Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, gevelrenovatie R. Pakvis, Spaans Hespa installatietechniek, P. Looyen uitzenden en verpakken, Alba Sign en Asta Casino. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Het programma waarin we wekelijks terugblikken op het afgelopen voetbalweekend. Maar waarin we ook vooral vooruit gaan kijken op datgene wat komende zaterdag en zondag gaat plaatsvinden op de voetbalvelden. En dat gaan we doen met een tweetal gasten. Onze vaste analist Rob Blankenstein en Rob de Lange, trainer van de zondaghoofdklasse DRC. Heren, van harte welkom. En we gaan beginnen zoals altijd met natuurlijk het voetbal in de tweede klas. En als we op zaterdag gaan beginnen, Rob, ja, dan zien we twee ploegen uit de regio die volop meedraaien bovenin. Hè? Ik heb het over Lira en DWO. Ja, dat is zeker. En Lira natuurlijk een goede zaak gedaan afgelopen zaterdag tegen Westlandia. 2-0 gewonnen. Dus wat dat betreft, de ploeg van Cornevendoren die doet het tot nu toe uitstekend. Ja, aantrekkelijke klasse sowieso, omdat er heel veel ploegen natuurlijk uit onze regio daarin vertegenwoordigd zijn. En aanstaande zaterdag gaat natuurlijk de beslissing vallen. Wie gaat daar periode kampioen worden. Ja, en even leren, op doelsaldo nog wel even de beste papieren. Ja, die hebben een marge van volgens mij van plus 3 ten opzichte van de naaste belagen. Dus wat dat betreft moet het niet onmogelijk zijn. Maar goed, een uitbeurt bij VDL is ook niet makkelijk in Maassluis. Want dat ploegje van de Maassluizenaren die doen het helemaal niet onaardig. Ze staan ook een beetje toch wel tegen die top aan. Dus het zal niet makkelijk worden, maar ik heb een goede hoop voor Cornevendoren. Rob, als we kijken naar DWO, debutant in gekomen uit die derde klasse. Doe gewoon in één keer mee daarbovenin. Ja, dat zie je vaak, dat het begin, zeg maar de kampioen het in het begin gewoon goed doet. En ja, nou is het taak om het vol te houden. Ja, DWO thuis tegen Vitesse Delft. Dat lijkt ook een klein beetje uit het dal te komen. Ja, ik moet zeggen, Vitesse Delft, ze hebben natuurlijk wat dat betreft Sander van Akker weer terug. Die scoorde volgens mij afgelopen zaterdag, of die week ervoor 3 keer. Dus dat is wel een geroutineerde knaap, die kunnen er best bij hebben. Maar al met al, 7 gespeeld, 7 punten. Valt me niet mee, maar wat dat betreft moet ik zeggen dat het ja, toch wel moet kunnen voor de Delftenaren. Kijk we in diezelfde klas op, SVC 08, speelde tegen Die Hagen. SVC 08, ja, het valt toch tegen, ze hebben dan weliswaar gewonnen, maar ja, het was gewoon een draak van een wedstrijd. Ja, maar daar gaat het nu denk ik, als je er zo voor staat, even niet om. Het gaat alleen maar om winnen, dat geeft wel een hoop vertrouwen, ook in je ploeg natuurlijk. Dus na aankomende week. En ja, misschien kunnen ze daar een serie neer gaan zetten. Ja, ik hoorde wel uitblinker. Dat zegt natuurlijk ook wel wat scheidsrechter Louis Wagner. Ik geloof ja, ook een afloop. Op zijn 60ste. Dus wat dat betreft kan hij nog even vooruit. Maar goed, dat zegt al wat over het niveau van de wedstrijd natuurlijk. Als een scheidsrechter uitblinker is. Ja. Diezelfde klasse, je zwager. Martin Klotsbach bij Sportclub Monster. Had zich denk ik ook een andere start voorgesteld. Veel gelijke spelen. Ja, maar dat is de pech en dat tikt niet aan. Dus in principe heb hij maar 2 keer verloren. En, maar ja, als je 5 keer gelijk speelt, dan, ja, dan sta je met 5 punten even ja, niet zo goed ervoor. Maar dat komt allemaal wel goed hoor. Ja, daar heb je wel vertrouwen in. Tuurlijk. Ja, wat misschien ook meespeelt bij Martin ter verdediging. Hij moet zijn thuiswedstrijden tot nu toe nog steeds op dat kunstgrasveld voetballen. Omdat het hoofdveld, om wat voor reden dan ook, misschien dat droptijd niet beschikbaar is. En dat heeft misschien ook zijn invloed. Ja, goed. Gaan we zaterdag kijken. Die Hagen kan overigens DWO ook een handje helpen. Want ze spelen thuis tegen Biver. Ook nog een van de kanshebbers. Gaan we naar de zondag tweede klasse. Tak 90 ja, maakt toch een halve misstap. Ja, maar goed, dat zat er een keer aan te komen natuurlijk tegen Voorholte in de voorwaarts 2-2. Al met al is dat nog eens zo slecht. Ze hebben nog steeds natuurlijk die inhaalpartij nog te goed tegen Delft. Ik weet niet of daar nog ontwikkelingen in zijn. Misschien dat je dat kan beantwoorden richting KNVB. Dat was natuurlijk niet helemaal precies goede doen van Tak. Dus wat dat betreft moet ik zeggen, ze hebben nog een marge van een wedstrijd in te halen. En het doelsaldo is ook niet onaardig. Dus wat dat betreft zie ik ze wel de eerste periode pakken. Goed, maar goed, er is nog niks bekend overigens over die wedstrijd tegen Delft. Ik weet wel dat er gesprekken over gaande zijn. Kijken we naar de komende zondag. Aardige wedstrijd, denk ik. HVV Fuck. Ja, Albert van Dussen tegen zijn oude ploeg. Ja. Dus ja, Albert heeft de punten hard nodig.
Dus ik ben benieuwd. En Fuk ook, want die willen natuurlijk voor de periode volgaan. Maar ja, Wilhelmus kan natuurlijk nog wel eens de lachende derde worden. Want die zijn natuurlijk nu ook de laatste wedstrijd behoorlijk bezig. Die staan 2,8. Dus. Ja, want dan kun je dat zien. Afgelopen weekend natuurlijk een schitterende overwinning op GCS. Dat slaat er ook best wel hard van. Ja, wij hebben met DSC zelfs een keer tegen GCS vorig jaar volgens mij voor de Haaglander Cup gespeeld. En dat was echt een behoorlijk elftal. Liep een paar aardige spelers in. Ja, zondag gaat krijgen ze op bezoek RKDO, Wilhelmus. Moet kunnen. Ja, klopt. Ja. RKDO, ja, toch ook weer niet al te florissant op dit moment. 7 gespeeld en 8 punten. Zit natuurlijk in die neerwaartse spiraal al een aantal seizoenen. Maar goed, ik had het net met Rob erover. Zo'n grote vereniging, dat moet een keer natuurlijk toch geoogst kunnen gaan worden als je toch heel veel jeugd hebt. En daar gokken ze ook op, denk ik, voor de nabije toekomst. Ja, als we dan zelf kijken in de tweede klas, ik denk een Schip Luido, dat valt nog een klein beetje tegen, denk ik. Concordia. Ja, 7 gespeeld, 6. Ja. Het is nog vroeg, hè. Ja, er moeten nog 19 wedstrijden gespeeld worden. Dus. Ik denk dat die clubs dadelijk wel boven komen draaien. Goed, Concordia, dat speelt tegen BMT. Ja, dat staat onderaan. Dus je zou zeggen, kansen voor de Delftenaren. In principe wel, maar goed, BMT natuurlijk een elftal met alleen de Turkse jongens. Zijn nooit te voorspellen wat dat betreft. Dus hebben ook nog die wedstrijd te goed tegen TAC. Dus het is misschien een wellicht iets wat vertekend beeld. Maar het zal niet makkelijk worden voor de mannen van de letter. Kijken we ook even naar Fuk. Mark Moen doet het goed. Doen bovendien mee. 2 thuiswedstrijden met ruime cijfers gewonnen. Daarvoor was het net aan 1-0. Dat was ook tegen GCS though. Ja, nu 0-0 tegen Concordia. Dat is wel een verschil. Het wordt steeds minder in de thuiswedstrijden. Ja, dat kan een keer gebeuren. Ja. Als je spitsen net even niet brengen wat ze die weken ervoor wel gebracht hebben. Maar wat dan wel positief is dat je geen kool weggeeft. Dus je gaat niet meer, zoals ze vorig seizoen dan nog wel eens verschut gingen. Verliezen ze deze wedstrijden niet, dan pakken ze toch gewoon nog een punt. Ja, dat is belangrijk om inderdaad mee te blijven draaien. Straks gaan we verder praten over het voetbal in de eerste klasse. Maar we gaan eerst kijken naar een interview dat Rob Blankenstein had met de trainer van Sportclub Monster. Net al even ter sprake gekomen, Martin Klotsbach. Martin Klotsbach, huidige trainer van de zaterdag tweede klasse Monster. Even naar je trainerscarrière tot nu toe. Je bent begonnen bij de jeugd, Kwik, HBS, 12 jaar jeugd gedaan, zeg maar. Daarna nog een aantal verenigingen gehad, onder andere HBS, Scheveningen, Westlandia. Heb jij het trainingsvak in de loop der tijd veel zien veranderen? Nou, nee. Nee, meestal net als met andere zaken. Misschien valt je dat meer op als je het een tijdje niet doet. En je zou er weer aan beginnen. Maar nee, ja, gaandeweg heb je vooral in de top van het amateurvoetbal natuurlijk wel gezien dat daar dat het meer naar semi-betaald voetbal is gegaan. Zeg maar. Maar goed, dat is al van een lange tijd terug. Dus de begrippen als binding, clubliefde, dat zou je misschien ietsjes meer zien afnemen. Maar hier, in ieder geval bij deze club of op het niveau waar ik nu werk, valt dat natuurlijk alles mee. Ik heb de vraag al meer gesteld dan andere trainers. Dan hoor ik toch vaak zeggen, ook door andere trainers, van ja, de mentaliteit is zo anders geworden. Nou ja, misschien dan weer terugkomend op wat ik daarnet zei. Als jij natuurlijk elk jaar een geheel nieuwe groep hebt tot je beschikking. Ja, dan zie je inderdaad vaak dat dingen die niet lukken, als het voor een speler te lang duurt of wat ook, dan is het zijn club niet of dan ging er dit mis of dat mis. En dan houdt men ermee op, dan gooit men snel misschien het beltje erbij neer. Maar ja, dat hangt er nogmaals, hangt er heel vanaf op welke basis er aan het voetbal wordt gewerkt en hoe men daar tegenaan kijkt vanuit de club. In het dagelijks leven ben je verbonden aan het Zegbroek College, dan geef je het vak economie. Daarnaast ben je ook nog trainer, coördinator van het KNVB voetbalplan. Hoe moet ik me dat voorstellen in relatie tot het Zegbroek College? Nou, dat betekent dat wij op het Zegbroek College bij ons een plan hebben waar getalenteerde jongens en getalenteerde meisjes terecht kunnen als zij naar de middelbare school gaan. En op het moment dat ze uitkomen voor een KNVB-selectie, maar ondertussen nog wel bij een amateurvereniging voetballen, dan kunnen ze bij ons op school zeg maar voetbal in het rooster krijgen. En dat betekent gewoon dat ze 2 keer in de week op dinsdag en donderdag de eerste 2 lesuren voetballen krijgen. Daarnaast ben je zoals gezegd ook trainer van Monster voor het derde seizoen. Met andere woorden, als je voor een derde seizoen bij een club werkzaam bent, dan is het van beide kanten
tot nu toe in ieder geval een goed huwelijk. Ja, ja, vind ik wel. Ik vind dat, dat de manier waarop de clubs hier bij elkaar zijn gekomen, de voormalige verenigingen, VV Monster en Polanen, ja, dat dat in ieder geval goed verloop is. En dat we inderdaad, waar we vanaf het begin een beetje achter zijn gaan staan op dit dorp, bij dit dorp, dat die ene voetbalvereniging die daar is, dat we daar met z'n allen achter moeten gaan staan. En nou, ik denk wel dat, dat de mensen die hier komen kijken op zo'n manier ook kijken. Dat de sponsoren die hier natuurlijk een belangrijke rol ook spelen, zoals bij elke club, dat die ook met dat gevoel bij deze club hier komen. Dus dat is vooral vanuit het Westland en vanuit de dorpskern hier ook. Dat zijn de mensen die het leuk vinden om op deze basis natuurlijk een club te ondersteunen. Is die fusie wat jou betreft, als je sportief bekijkt, ook rimpeloos verlopen? Ja. Ja, goed, als je ja zegt, dan klikt dat natuurlijk ook heel gemakzuchtig. Ik denk, in het eerste jaar was het natuurlijk zo dat, dat een van de beide verenigingen, Monster, nog op de valreep promoveerde. En dat men er dan toch iets anders in zit in de tweede klas. Zo van, nou, hopelijk blijf je daar dan in. Dat was een beetje de stelling. En dat is eigenlijk gemakkelijk gegaan. Zelfs op zo'n manier dat we al snel het idee hadden van, nou, we moeten zo hoog mogelijk in die tweede klas proberen te voetballen. Ja, en dat is 2 jaar gelukt waar we vorig jaar eigenlijk al teleurgesteld waren. Dat we niet de nacompetitie nog haalden. En dat zit, als je eerlijk bent, in deze jaargang, in deze competitie, zit dat natuurlijk nog niet mee. Tot nu toe in ieder geval sowieso 5 gelijke spelen. Een duidelijke nederlaag bij RCL. Als je dat dan afzet ten opzichte van vorig seizoen, toen ging het een stuk makkelijker. Zijn daar nog oorzaken voor aan te wijzen waarom het dan tot nu toe tenminste minder gaat? Nou, ja, natuurlijk, er zijn altijd verschillende. Er zijn altijd wel wat verschillende oorzaken te bedenken. De belangrijkste oorzaak, die moeten we gewoon binnen de huidige groep zoeken, eigenlijk. En daar moeten we aan willen werken. We hebben op een gegeven moment, als je kijkt naar de vorige wedstrijd, hebben we daar een beetje te geforceerd, denk ik, gezocht naar die eerste overwinning. Daar waren de eerste 5 wedstrijden niet altijd mee zat. En daar waren we over eens dat het voetbal beter moest. En dat hebben we wat gewaagder gedaan en meer naar voren. En daar hebben we vorige keer dan een keer ook het deksel op de neus gekregen. Maar goed, in het algemeen moet je in deze groep, moeten we met deze groep gewoon stappen kunnen maken. En moeten we ook langzaamaan dan het gemis, als je het daarover hebt, van enige routine moeten we gewoon goed zien op te vangen. Daar moeten, zoals Mark van Antwerpen, die kan je natuurlijk elke zaterdag wel tellen. Marnix van der Kaai, die stopte, dat zijn toch jongens die natuurlijk het spelletje al wat langer op dit niveau hebben gespeeld. En dat moeten we op een andere manier nu opvangen. Tot slot, als Monster eind van seizoen geen nacompetitie speelt, ben je dan hevig teleurgesteld of zeg je van, dit past bij de huidige selectie? Was je niet al? Nee, kijk, als je dat nu bekijkt en je hebt 5 keer gelijk gespeeld en dan had er wel wat meer in gezeten hoor. Dus de verschillen zijn wel klein, maar je hebt, zoals ze dat zeggen, je gaat niet naar het eerste beste verlies of wat ook doelstellingen bijstellen. Maar je hebt natuurlijk niet direct hoog van de toren te blazen als je 5 wedstrijden op rij gelijk speelt. En je loopt tegen een zeepertop. Dus als je dat nu aan mij vraagt, dan kan ik nu natuurlijk niet zeggen van, nou, als je niks wint, ben je hevig teleurgesteld. Je moet eerst zorgen met z'n allen dat je op zoek gaat naar een winstpartij. En dan kijk je vanzelf of dat een goede, solide reeks oplevert. Waardoor je ineens weer 4-5 wedstrijden verder kan zeggen, hey, zie je wel, we tellen gewoon goed mee en dan gaan we weer. Tot zover Martin Klotsbach, trainer van sportclub Monster. Rob Blankenstein sprak met hem. En wij gaan hier verder en we gaan even kijken in de eerste klasse. Eerst zaterdag eerste klasse en dat doen we weer met Rob Blankenstein en Rob de Lange. Eerste klas, Rob, op de zaterdag beginnen we eens mee. Forum Sport, ja, dat dacht een stunt uit te halen tegen de koploper, maar dat lukte net niet. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar Delta Sport is toch natuurlijk heel veel kwaliteit en titelkandidaat nummer 1 samen met Sportlust en Zwift, denk ik, in die afdeling. Veel routine in de ploeg en dat zie je dan ook, dat betaalt ze terug in de eindfase, denk ik. Ja.
Ja. Ja, het was een 7 minuten voor tijd nog, met heel veel voorstel. Ja. Maar er kwam een wissel in bij Delta Sport. En die scoorde 3 keer binnen 4 minuten. Ja. Dus die kan voorlopig rekenen op een maandplaats, denk ik. Ja, ik denk het niet. Want als je iedere keer als pintje dat ja, de hand houden. Als je iedere keer in de eindfase de wedstrijd beslist, dan vindt die trainer het wel goed. Dat is ook wel waar. Goed, Nooddorp speelde ook tegen een titelkandidaat. Want zo mag je denk ik Sportlust 46 best betitelen. Gaan daar met 2-1 onderuit. Maar ik begreep van Bob Kootwijk, daar had meer in gezeten. Ja, maar goed, als je naar Sportlust gaat, dan denk ik dat je van tevoren tekent voor een punt. Dan is het natuurlijk sneu dat je alsnog onderuit gaat. Maar eigenlijk is dat toch wel de verwachting van normaal gesproken. Als je die wedstrijd op een totale manier moet vullen, dan is het een eentje. Ja. Kijken we naar HVC 10. Jullie hebben daar pas met DRC tegen gespeeld voor een nederlaagserie van die club. Dat haalde in één keer uit thuis op de rondgang tegen een club met die mooie naam, HBOK 6-0. Maar dat doen ze goed, maar ik vind het ook netjes wat Pim daar doet. 7 gespeeld, 12 als debutant in die sterke eerste klasse. Want er zitten toch nog een aantal ploegen die nog onder hun niveau staan, denk ik. En als je dan zo start, dat geeft alleen maar vertrouwen voor de toekomst. En ik denk dat die keurig netjes in de middenmoot gaan eindigen in een debuutjaar in de eerste klasse. Ja, want dat is hetgeen wat je meestal zegt als je promoveert. Waar speel je voor? In ieder geval proberen makkelijk te handhaven. Ja, maar ik denk dat je ook realistisch moet zijn. Als je weet hoe het daar werkt bij die club, dat hebben we dan mogen bekijken. En als je ziet toch dat er andere clubs, die hebben toch wat meer mogelijkheden, om het maar zo te noemen. En dan doen ze het keurig netjes. Maar goed, je bent er pas geweest. Prachtige, mooie accommodatie gekregen. Schitterend. Ja, kantine, het hoofdveld mooie. Wij speelden dan op een bijveld, maar ze hebben allemaal ook kunstgrasvelden daar. Dus je kan altijd trainen en dat is prima accommodatie. Kijken we dan even naar Haaglandia. Ja, trainer Chikuchi wordt nogal geplaagd door een blessures. Dus afgelopen zaterdag kijken we de aanval van de zaterdagploeg van Haaglandia. Met z'n drieën bij elkaar dik over de 100. Ali Boussebon. Hij hield het al 45 minuten vol, begreep ik uit het verhaal. Ja, als je daar alweer op terug moet grijpen. Maar goed, aan de andere kant, hij kan ook niet anders. Hij heeft zoveel blessures. En het zijn geen blessures van een paar weken, maar van een paar maanden. Dus dan wordt het al moeilijk natuurlijk. Ja. Dan de 2-2, de kwestie van de punten spokkelen, denk ik. Ja, dat wel. Dus, en dan las ik ook nog dat Murat Mizekrat, als ik het goed uitspreek, die kreeg nog de rode kaart. Dus ja, wat dat betreft kan je ook al uit opmaken dat het niet allemaal echt lekker gaat, zeg maar. Maar als je vooraf hun ambities natuurlijk bekijkt, dan moet je die gewoon, en hun doelstelling, dan moet je die nu gewoon bijstellen. Als je zoveel blessures hebt, moet je gewoon realistisch zijn en... Ja, eigenlijk moet je de schade proberen beperkt te houden. Nou, ze hebben keurig netjes een punt gehaald tegen Zwaluwe. Dus, het is wel jammer voor de publieke belangstelling. Want men had gedacht, dan gaan we meedraaien. En dan gaan we misschien toch wat meer publiek draaien op die zaterdag. In vergelijking met vorig jaar met de zondag. Ja, maar of dat nou is, zoiets is in onze regio. Ja, kijk, als je bij de Bollensteken gaat. Bijvoorbeeld, maar goed, daar komen we straks over te praten. Quick Boys Katwijk, 7300 man aanzetten zaterdag. Ja, ik denk dat in onze regio er gewoon niet in zit, hoe goed je ook loopt te voetballen. Haaglandia gaat op bezoek bij Valken 68, ik denk ook niet makkelijk. Nee, dat is er zeker niet. Valken natuurlijk ook wel een promovendus, net als HVC 10. Draaien redelijk, dus wat dat betreft zal het niet makkelijk worden. Kijken we naar Nooddorp, ja, dan krijgen we een oude bekende op bezoek, Dennis Olman met GHC. Die ploeg valt tegen, tot nu toe. Ja, als je derde van onder staat, dan valt het altijd tegen. Dus, maar Dennis Kennen, die brengt er wel een hoop karakter in die ploeg. Dus die kan er vanzelf wel weer bovendrijven. Goed, we gaan eerst kijken wat ze zaterdag doen tegen Nooddorp. Gaan we naar de zondag eerste klas. Dat gebeurt je altijd een keer. RKV loopt tegen zijn eerste nederlaag aan. Ja, wel bij een ploeg die nog onderaan is. Ja, precies, dat wou ik net zeggen. Want Boshuis is natuurlijk zeker in Leiden niet gewoon een geduchte tegenstander, dus wat dat betreft zal het er een keer aan te komen natuurlijk. 6 gespeeld, 18 daarvoor, dus nu in de nederlaag. Het gevolg is wel dat ze natuurlijk gelijk nu met z'n drie aan kop staan, gedeeld. Ja. Als we dan kijken naar het komend weekend, de periode, kampioen kan vallen. Rob Nieuwekerk, jij zei in ons voorgesprek al, lekkere ploeg, de beste papieren. We hebben tegen Nieuwekerk gespeeld voor de BK. Ik vind dat een heel goed elftal. Die is in mijn optiek al een ploeg van hoofdklasse niveau. Dus ik tip eigenlijk dat die gaan winnen van Velen. En dan is hun doelsaldo volgens mij beter. En dan is het voor RKVV gewoon zorgen dat ze in die top blijven. Aan de kant Velo, eerste overwinning gepakt. Kees Tempel, wellicht dat er ook een beetje de schoen in. Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen dat Velo gewoon een aardige ploeg heeft. Wel een heel erg jong elftal.
Dat is misschien ook de handicap. En we hebben het er vorige keer al over gehad. Natuurlijk die Jeffrey Beukenhof, die naar Rijnvogels is vertrokken. Leef je gewoon doelpunt in wat dat betreft. Maar goed, het is voor Kees natuurlijk lekker dat hij de afgelopen zondag de eerste punt heeft gehad. Maar het is eerst een overwinning, laat ik het zo zeggen. Goed, Nieuwekerk kans hebben, RKV kans hebben. Maar Goes, het zou nog wel eens de lachende derde kunnen worden. Ja, maar als je naar het programma kijkt, Goes krijgt Boshuizen. Ja. Nou, Boshuizen kan natuurlijk ook nog, hè. Vergis je niet, die staat maar 1.8. Ja, klopt. En RKVV moet thuis tegen IFC. En IFC is ook geen verkeerd elftal. Daar zit ook natuurlijk een hele ervaren trainer. Trainer van Barendrecht. Ja. Dus ja, ik tip Nieuwekerk. En uiteraard gun ik het natuurlijk onze regioploeg. Maar... Ja, we gaan even af. Kijken we ook nog even onderin in de eerste klasse. Ja, Hamaza, dat liep al niet zo lekker. Stond op 0 punten, maar staan nu zelfs op min 1. Ja, precies. Omdat ze natuurlijk dat akkefietje hebben gehad. Tenminste, de KNVB vond dat akkefietje bij Goes. Owens Goes is, tenminste, gaat in hoge hoek, heb ik begrepen. Dus het zou nog wel zo kunnen zijn dat die periodetitel in een later stadium pas beslist gaat worden. Als dat punt misschien teruggedraaid wordt, dat heeft ook mee te maken natuurlijk. Ja. En Hamaza, ik denk dat het gewoon een kansloze missie wordt dit seizoen. 6-0 verloren van de oude buren, Wateringsveld Gona. Komende zondag op bezoek krijgen ze dan GDA. Dus ik denk, ook de situatie kennende met Dries Rouhani als trainer, met de spelers en derde, ik denk niet dat het nog te repareren valt. Alhoewel, pakken ze zondag de punten tegen GDA, dan wordt het, staat ook nog niet zo gek hoog, dan wordt het toch het gat wat kleiner. Maar het is wel, denk ik, cruciaal in zo'n wedstrijd zondag, ze moeten. Ja. Ondanks dat het vroeg in het seizoen is, als ze zondag verliezen, dan is de achterstand al waarschijnlijk 8-9 punten. Ja, dan wordt het een kansloze missie. Ja. Dat betekent dat ze al 4 keer achter elkaar moeten gaan winnen, willen ze eroverheen. Nou. We gaan het afwachten. Straks gaan we praten over de hoofd- en topklasse. Maar we gaan eerst kijken naar een interview dat Pieter Donat had met Patrick Demmers. En hij is trainer van de zaterdagtak van SV Houtwijk. Patrick, dinsdagavond kort na de training. Ja, dat was altijd lekker trainen na een overwinning. Ja, zeker. Zaterdag hebben we 2 gewonnen van TAC. Nou, we zijn heel goed gestart, 1-0 voor. Uiteindelijk hebben we kansen op 2-3-0. Nou, die maakten we niet. Kogeldans maakte de 1-1. En de tweede helft kregen we een penalty waar wij de 2-1 maakten. En TAC kreeg wel 2 rode kaarten, maar bleef toch de bovenliggende partij. We hebben die wedstrijd uiteindelijk wel gelukkig gewonnen, maar ik ben heel blij met de 3 punten. Goede start van de competitie, de eerste 4 wedstrijden ongeslagen. En dan komt ineens KMD langs. Ja, dan komt de topper. KMD was ongeslagen. Nou, wij hadden 1 gelijk spel. In die wedstrijd starten we eigenlijk goed. Jammer genoeg kregen we na 20 minuten een rode kaart. Ja, dan wordt het toch heel moeilijk nog die 70 minuten lang hopelijk dan eventueel een punt binnen te slepen of de 3 punten. Maar ja, KMD bleef heel rustig. Die hebben een hele goede ploeg staan. En uiteindelijk maakten ze 1-0. We hebben wel geforceerd om eventueel nog 1-1 te maken. Maar uiteindelijk hebben we 3-0 terecht verloren die wedstrijd. Daarna weer aardig opgepakt, goede stand op het ogenblik, 3e plaats. Maar wat is de doelstelling voor jullie dit seizoen? Nou ja, vorig jaar hebben we de eerste periode gepakt. We hebben heel lang meegedaan met Westlandia voor het kampioenschap. Nou, uiteindelijk niet gehaald. Westlandia was een stuk verder als ons. We hebben na competitie gehaald. We hadden vorig jaar een hele jonge groep. Nou ja, dit seizoen hebben we dezelfde groep behouden. We hebben wat nieuwe jongens erbij. Ja, als we vorig seizoen de periode pakken, dan gaan we dit jaar weer voor dezelfde doelstelling. Minimaal een periode en bij de eerste 4 eindigen. Het gaat dus lekker. Het is je tweede seizoen. Je bent toch een grootheid als Jan Linkerhof opgevolgd. Hoe is dat? Nou, dat is altijd leuk natuurlijk. Jan heb je het bij Houtwijk neergezet. En er zijn ook wel wat spelers weggegaan. Er zijn al wat spelers gebleven. En uiteindelijk heb ik het opgepikt. En Jan heb hier de club van de 4e klas naar de 3e klas gebracht. Erin gebleven. En ik probeer gewoon lekker mee te doen bovenin de 3e klas. En we zien wel waar het schip strandt uiteindelijk. Ja, je zegt dat doe ik, maar de vereniging stelt je niet als eis van promoveren. Nee, we hebben nu een hele leuke 3e klas met heel veel Haagse ploegen. Natuurlijk willen we graag bovenin meedraaien. Nou, de jongens willen natuurlijk ook graag promoveren. Ik zelf ook, maar de club legt mij niet op dat ik echt moet promoveren of titel moet halen. Maar dit is ook goed, we draaien gewoon bovenin mei en dat vinden we hartstikke leuk. Je bent nog onervaren als seniorentrainer. Je hebt veel jeugd getraind de afgelopen jaren. Je bent zelfs helemaal trainer. Noem eens wat clubs waar je al geweest trainer geweest bent. Ik ben gestart bij Lakertier. Toen ben ik naar Rijswijk gegaan. Ik heb totaal zo'n 15, 16 jaar bij Duno getraind. Nog een jaar bij GDA. En de laatste 2 seizoenen voordat ik hier bij Houtwijk kwam, heb ik 2 jaar lang bij Scheveningen Ain getraind. En 2 seizoenen geleden kreeg ik de kans om hier de senior op te pikken. Dat was een mooie stap. Ik had zoiets als ik een jaar of 40 ben, dan wil ik graag aan de senior beginnen. Goede basis gelegd als jeugdtrainer. En dit is mijn 2e seizoen en ik heb het super naar mijn zin hier.
Ja, je zegt een jaar of 40 wilde ik senior getraind. Hoe oud ben je nu? Ik word in december 44. Nou, maar dan heb je hele lange trainersloopbaan. Dan ben je heel jong gestopt. Gestopt als voetballer bedoel je? Ik heb wel gevoetbald bij Lakertje nog. Onder Aad Mansholt in het eerste gespeeld. Uiteindelijk had ik een rugblessure. Ben ik wat lager aan voetballen bij HDV in Duno Zondag. Maar ja, ik was natuurlijk ook jeugdtrainer. Op een gegeven moment heb ik gewoon een knoop doorgehakt. Ook met een blessure in mijn rug. Om gewoon het trainersvak in te gaan. En ik heb nu TC2 gehaald vorig seizoen. Dus ja, misschien volgend jaar eventueel een TC1. Maar even afwachten. Dus dat is verder de doelstelling. Dus het trainen van senioren bevalt prima? Ja, ik wilde wel altijd een stap maken. Maar ik wilde gewoon de jeugd trainen. Eerst wat ik zei, dat ik een jaar of 40 ben. En dan overstappen naar de senioren. Ik heb het nu reuze naar mijn zin. En ik zou eigenlijk niet meer terug willen naar de jeugd. Daar ben ik eigenlijk wel klaar mee. Ben ik klaar mee? Klinkt wat negatief, maar ik begrijp het na zo'n lange loopbaan. Nog even naar Houtwijk terug, de resultaten. Aanstaande zaterdag GDA. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, GDA is natuurlijk een van de derbies, de week erop Duindorp. Ja, dat zijn toch de wedstrijden zelf. Ik als Haagse jongen vind dat prachtig. Ja, we kennen elkaar allemaal. GDA en ik ken de trainer van GDA, hij kent ons. Ja, dat zijn uiteindelijk de mooiste wedstrijden. Vorig jaar hebben we daar gewonnen. Hun hebben hier verdiend gewonnen. Dus ja, nieuwe start, nieuwe kansen dit jaar. En we gaan er gewoon voor weer tegen GDA. Straks krijg je ook Duno nog. Ja, dat is de wedstrijd. Nou, die week natuurlijk uit mijn hoofd. Dat is op 6 december, de dag na Sinterklaas. Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd met een speciaal tintje. Als je dat natuurlijk 16 jaar gevoetbald hebt. Of getraind hebt en gevoetbald. Maar ja, dat wordt natuurlijk ook een hele speciale wedstrijd. Ook voor Jan Linkhoff, die hier ook getraind heeft. Nu trainen bij Duno. Ja, dat zijn wel de mooie potjes natuurlijk. U zag Pieter Donat in gesprek met Patrick Demmers. De trainer van de zaterdagtak van SV Houtwijk. En wij zijn toegekomen aan de hoofdklasse. En beginnen we in de zaterdag hoofdklasse. FC Schravenzande. Ja, viel me toch wel tegen afgelopen zaterdag. Want 4-0 is toch een dikke nederlaag bij Xerxes DHB. DZB, wat ook niet zoveel punten meer had. Ja, Robin Knoester die had natuurlijk in gedachten hetzelfde scenario als vorig seizoen. Eerste 5 wedstrijden verliezen en daarna een reeks maken. Nou, de eerste reeks van die reeks was natuurlijk thuis tegen Smitshoek. Die wonnen ze met goed voetbal, moet ik zeggen. Die heb ik zelf gezien. Ja, de afgelopen zaterdag bij Xerxes heeft ook geen onaardige ploeg. Dus gezien ook de krachtsverhouding in die hoofdklasse B, wordt het een moeilijk seizoen, denk ik, voor Knoester en zijn mannen. Maar goed, je weet nooit hoe het zich kan ontwikkelen. Op kijken we naar Katwijk. Ja, dat lijkt niet te stuiten in de streekderby tegen Noordwijk, gewoon 4-0. Ja, want ik denk ook dat zij de beste selectie hebben en dat zij eigenlijk gewoon kampioen gaan worden. Ja, we kijken naar de achtervolging. Terleden staat op 3 punten. Quickboys en Rijnvogels al op 6 punten. Dus ja. Terleden staan op 4 punten, dus dat is al 2 wedstrijden. Ja, zo bereken ik het een beetje. Ja, en als je dan zaterdag natuurlijk Quickboys Katwijk krijgt, dan kunnen ze daar al de genadeklap geven aan Quickboys. Ja. Want dat gat is nu al 6 punten en dat kan dan gewoon 9 worden. Ja. Ja, dus de club gewoon heel snel weer terug op weg naar de topklasse. Gaan we gelijk door naar de zondag hoofdklasse. Ja, afgelopen zondag, ik heb mezelf gezien, ik sta daar neutraal. Dan zeg ik als neutrale toeschouwer, Kwik, DRC, prachtige wedstrijd. Die wil je elke week zien. Daar zal jij iets anders over denken, denk ik, als trainer. Als trainer wel, maar als liefhebber. Als je kijkt dat wat DRC en Kwik geboden hebben. Allebei strijd, zoals het natuurlijk altijd hoort. Maar op het scherpst van de snede gespeeld. Nou, ik denk dat als we de wedstrijd analyseren, dat de eerste helft voor ons is, de tweede helft voor Kwik. Ja, jullie staan met 2-0 voor. Dan wil je nu graag die 2-0 meenemen de rust in. Ja, en dan een beetje dom kom je nu die tegentreffer. Ja, dan help je Kwik weer in het zadel. Nee, natuurlijk. Kijk, zij gaan met een boost de kleedkamer in. Ja. Ze weten dat wij daar de laatste jaren natuurlijk gewonnen hebben. Nou, als je dan 2-0 naar de kleedkamer in gaat, dan heb je een goed gevoel. En zijn hun eigenlijk in mijn optiek bijna verslagen, het mentaal. Dan krijgen zij die boost een paar minuten voor de rust dat zij die 2-1 maken. Dus die aansluiting weer hebben. En bij ons is dat toch even een domper geweest. Nou, en dan moet ik zeggen dat zij heel goed de kleedkamer uitkwamen. Met ook heel veel druk naar voren. Dat doen wij ook trouwens. Dus vandaar dat jij zegt, ik heb een hele leuke wedstrijd gezien. Nou, je hebt 7 goals gezien, wat wil je nog meer? Ja. Alleen, kijk ik dan naar een DSC-bril. Ja. Vond ik dat wij een pingel moeten hebben en nog maar niet te spreken over een achterbal die afgevlagd werd. Ja, kan gebeuren. Maar inderdaad, op dat niveau mag dat eigenlijk niet gebeuren met neutrale grensrechters. Is het de club grensrechter, begrijp ik het maar in dit geval. Is het helemaal waar. Maar goed, dan krijgen we dan die slotfase. 3-3 staat het en dan wederom een strafschop en daar was nogal wat commotie over.
het strafschop te vier, althans het vierde doelpunt van Kwik. Ja, ik denk slim gedaan van Breit. Ja. Zo simpel is het. Iedereen kan zeggen onsportief. Waarom? Als hij ook bij ons had gedaan, had ik hier gezegd van ja, dat moet hij niet doen. Maar ik had er heel blij mee geweest. Ik denk dat hij het heel erg sluw deed. En Serhat Koksal was wat dat betreft voor een wat geroutineerdere speler even nadenken. Ja, maar als het zo... ik heb niet gezien wat Serhat gedaan heeft trouwens. Dus, nou, het viel nog wel mee, maar de bal was in het spel. Scheidsrechter ziet dat. En ik dacht dat hij zou fluiten van een zwalbe, want dat had hij vijf minuten ervoor uitgenomen. Ja. Maar al met al, dan stap je toch wel heel teleurgesteld het veld af bij de koploper. Want een punt zat er gewoon in. Ja, dat denk ik zeker. Maar ja, en eigenlijk als we de rust met die 0-2 gehaald hadden, dan had er wel meer in gezeten. Maar... dat is voetbal en dat maakt het leuk. En volgende week valt hij misschien weer zo aan onze kant. Zondag 3 punten pakken tegen de Zouave. We spelen thuis, hè, dus dat moet goed komen. Oké, andere aardige wedstrijd op papier althans. Niet zozeer qua krachtsverhouding. Haaglandia tegen Westlandia. Ja, misschien dat er dan een keer meer als 75 toeschouwers komen op Sportpark Irene. Haaglandia heeft natuurlijk wat dat betreft een opdracht om in ieder geval spelers klaar te stomen voor het betaalde voetbal op topklasse. Nou, ik heb daar van het begin af aan al hele grote vraagtekens bij geplaatst. Ik denk dat het wat dat betreft gewoon niet reëel is om te kunnen verwachten dat inderdaad het verhaal gaat worden. Ze moeten zich nu eerst concentreren om eindelijk een keer de punten te halen. En gebeurt dat zondag niet, dan vrees ik met grote vrees. Ik weet niet hoe Rob erover denkt. Maar... nou, ik hoop wel dan voor die jongens in ieder geval dat ze het seizoen uit kunnen spelen. Ja. Want als jij natuurlijk talent bent, dan moet je wedstrijden spelen. Ja, en als je nu dan een half jaar erbuiten zou gaan vallen en geen wedstrijd kan spelen, dan zak je gelijk weg. Dus ik hoop voor die jongens dat ze het seizoen afmaken. Voor de trainer ook trouwens. Ja, ja, en, die doet ze stinkende best. Ja, doet maar, veel meer dan de trainer zou moeten doen. Ja. Nee, maar als je nu kijkt, ook als ik het verslag dan lees, dan... he, toch een beetje ongelukkig. Net voor rust, gelijk na rust geklopt. Ja. Nou, ze komen dichterbij een goed resultaat. Ja. Gaan we naar de topklasse toe. Beginnend op zaterdag. Scheveningen 2-2 in Zeeland bij Hoek. Dat is nou ook wel jammer, want Scheveningen doet wel volop mee. Maar aan de andere kant, ze komen goed terug. Ja, maar goed, dat euvel hebben ze al meer de laatste weken. Want nu ook weer tot een kwartier van tijd 2-0 achter. Ook die week daarvoor stonden ze zonder achter met een paar doelpunten verschil. Dus ja, dat moet toch echt aan gewerkt worden door John Blok en zijn mannen. Maar goed, het valt sowieso niet mee om daar te voetballen in Zeeland. Want ook al staat Hoek niet erg hoog op die ranglijst, het is nooit makkelijk daar. Nee, aan de andere kant, Scheveningen staat nog steeds op nog maar 3 punten van Kozakkenboys. Ja. En dat vind ik wel knap. Ik wou net zeggen, dit is heel knap. En om daar bij Hoek dan toch weer terug te komen. Ja, dat tekent ook heel veel karakter in die ploeg. En ik vind het keurig netjes wat ze daar presteren. Spelen ze tegen Lisse thuis. Nou, dan zou je zeggen dat moet te doen zijn. Aan de andere kant, Scheveningen dit seizoen met thuiswedstrijden. Dat is ook niet zo'n gezellig huwelijk. Maar ik denk dat je niet van tevoren zo makkelijk kan zeggen. John haalt het maximale uit zijn groep. En als je kijkt naar Lisse, is toch ook een club met ambitie. Dat zou je nou even op de ranglijst niet zien. Maar die willen toch ook gewoon liever in het linkerrijtje meedraaien. Met misschien ongeveer dezelfde begroting als Scheveningen. Ja. Dus ik denk zeker niet dat het een ABC'tje wordt. Maar het vertrouwen wat er bij Scheveningen is. De instelling, het thuispubliek wat erachter gaat staan. Ik denk wel dat er een goed resultaat mogelijk is. En Alderkan blijft toch een speler die in mijn optiek onnavolgbaar is. Ja. Gaan we afsluiten met de zondag topklasse. Ja, HBS. Nu 2-2 tegen WKE. Maar helemaal lopen wil het natuurlijk nog niet bij de kraaien. Nee, maar goed. Afgelopen zondag tegen WKE krijg je 9 minuten van tijd een strafschop. Mike had al 2 gemaakt. Kan van 2 en 3 maken. Ja, en dan gaat zijn bal er niet in. Ja. Ja, en dan krijg je ook nog een tikkie door een later gelijkmaker. Dus wat dat betreft zit het niet erg mee op dit moment. En wat me toch nog steeds opvalt, is het aantal doelpunten tegen samen met Leonidas, liefst 28 doelpunten tegen. Ja. Dat is fors. Veel te veel. Dan gaan ze zondag naar Hercules in Utrecht, voorlaatste. Nou, dan zou je toch zeggen van, daar liggen dan toch weer mogelijkheden. Ja, pak ook het punt bij AFC uit. Ja. Vind ik toch netjes. Precies, AFC is natuurlijk wel de kampioen van vorig jaar. Ja. En ik denk dat er in die topklasse geen makkies zijn. Ik denk toch ook wel dat het gemis van Westdijk is natuurlijk... Ja. Elke trainer heeft een paar spelers in zijn selectie die niet te vervangen zijn. Ja. En ik denk dat Westdijk er zo heen is. Je hebt toch aparte klassen. En samen met Sijs natuurlijk een koningskoppel voor hem. Goed, wat het allemaal gaat worden het komend weekend gaan wij afwachten. Rob,
allebei door Rob, moet ik zeggen. Rob Langenstein en Rob De Lange. Dank voor jullie komst en bijdrage aan dit programma. Rob, succes komende zondag met DRC tegen de Zouave. En ik wil graag dank voor uw aandacht. Komende vrijdag dan zijn we daar weer. En dan met ons programma Haaglanden Voetbal aan tafel. Op vrijdag vanaf 6 uur. En dit programma meldt zich weer volgende week woensdag. Dank voor uw aandacht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, gevelrenovatie R. Pakvis, Spaans Hespa installatietechniek, P. Looyen uitzenden en verpakken, Alba Sign en Asta Casino.